project Just is ontstaan vanuit Gans. Een ontwikkelaar die vooral op diensten is gericht, samen met onze assistentiewoningen, hebben we nu ook iets gemaakt voor jongeren, een eigentijdse woonbeleving. De bedoeling was eigenlijk om een nieuwe woonvorm te creëren. Een volledig gemeubeld appartement met diensten. Elektriciteit, gas, water, televisie, airco, tv inclusief. Maar ook een grote lobby met vergaderzalen, deelfietsen, deelauto's. Eigenlijk een co-housing waar de mensen naast het wonen ook gezamenlijk samen zitten en in contact komen met elkaar. Vernieuwende programma's vragen eigenlijk ook op een vernieuwende aanpak op niveau van de ruimtelijke invulling. We hebben eigenlijk dus dit bestaande gebouw opgetopt met repeterende volumes, hè, omdat eigenlijk elke kamer op zich wel wat repeteert, er zit wel wat variatie in. En is eigenlijk heel snel het idee gekomen om dat ook op een prefab manier te gaan doen. Zodanig dat we eigenlijk het denkwerk op voorhand in de ateliers konden voorbereiden en dat het dan ook heel snel kon worden gebouwd. De sfeer die ik hier heb willen creëren is vintage, met luxueuze materialen, ook warme tinten, oude meubels, nieuwe materialen, veel planten ook en alles werd echt getekend voor deze ruimte. En iedere ruimte in het project is ook zo gerealiseerd. Wat mij het meest boeit aan het winnen van deze RES Award is vooral het feit dat het eigenlijk om een innoverend project gaat. Zowel op niveau van programma als van zijn architectuur, zoals het is ingepland. Als wij de RES Award winnen, zou dat fantastisch zijn voor het hele team. We hebben er met heel veel mensen en heel veel verschillende partijen samen aan gewerkt. Dat is een heel groot achievement voor iedereen.